Een geplande pinactie op de Broersfest liep dinsdagavond iets anders dan dat de bestuurder van een busje in gedachten had. De op de stoep geparkeerde bus rolde tegen de gevel van een fietsenhandel aan. De bestuurder zat op dat moment niet in zijn bus en moest toekijken hoe het vervoermiddel tegen de gevel tot stilstand kwam. De schade aan de gevel van de winkel was aanzienlijk. De eigenaar is ter plaatse gekomen en heeft ervoor gezorgd dat de gevel weer afgesloten was. De verzekering zal zich buigen over de financiële afwikkeling.